Bart Willemsen, jouw tweede wedstrijd als interim trainer bij Waasland Beveren. Een 2-0 nederlaag bij Gent. Hoe kijk je terug op deze wedstrijd? Ja, een beetje met gemengde gevoelens toch. Het eerste half uur stonden we goed. Gent vond niet direct de oplossing. Wij creëerden ook niet zoveel. Dat was een beetje het spijtige. Dat de bedoeling was toch meer in balbezit te kunnen brengen. Dan krijgen we dat doelpunt en dan beginnen we wel te voetballen. Een beetje vreemd. Dus dat hadden we gehoopt vanaf de eerste minuut te kunnen brengen. In balbezit gewoon vrij uitspelen. Met onze best voetballende middenvelders aanspeelbaar. En dat bleef een beetje uit tot de 1-0 viel. En dan kregen we toch twee momenten dat we kunnen scoren. Dat lukt dan niet, dan proberen we toch met de rust zo snel mogelijk een tweede spits bij te brengen. We staan 1-0 achter, we gaan niet wachten tot een kwartier voor het einde. Dus dat bracht ook niet direct de meerwaarde voorin. Was het wachten op het ene moment dat iets moest vallen. En dat viel niet en viel aan de overkant en de wedstrijd was beslist. Is het een prestatie waar je dan toch naar de toekomst toe een beetje moed uit kan putten? Ja, ik denk het wel. Ik denk, kijk, onze laatste uitwedstrijd was uitstandaard. Als je dat vergelijkt met vandaag, dan staat er wel een elftal vandaag dat gewerkt heeft en zijn taak heeft uitgevoerd. Nu, de wedstrijd van vorige week was een enorme opsteker, denk ik, voor heel de club. Een wedstrijd thuis Anderlecht en uit Gent. En je kan 3 punten nemen, 3 op 6. Denk ik dat we een heel positieve eindevaluatie moeten maken. Hoe kijk je persoonlijk terug op de laatste twee wedstrijden? Voor u was het ook een speciale situatie. De nieuwe trainer is nu in aantocht. En hoe kijkt u terug op uw twee wedstrijden als hoofdcoach? Ja, met veel voldoening toch wel. Kijk, de club heeft me gevraagd samen met de andere leden van de technische staf om de groep voorlopig in handen te nemen na het ontslag vorige week, donderdag of vrijdag. Dan kwam direct die wedstrijd van Anderlecht eraan. Hadden we korte tijd om dat voor te bereiden. Dan hebben we toch een heel speciale wedstrijd beleefd, denk ik. En dat heeft dan toch de club ook wat zuurstof gegeven om de zoektocht echt gedetailleerd verder te zetten. Maar er is nooit een moment geweest dat er sprake zou zijn dat ik zelf meer zou ambiëren of et cetera. Ik ben heel tevreden in mijn rol bij Waasland Beveren. En ik zal ook met voldoening zo snel mogelijk in dienst van de nieuwe coach werken. Bedankt voor deze reactie. Erden Demir, 2-0 defeat against AA Gent today, but I think there were possibilities for Waasland Beveren. Yeah, we lost 2-0, but if you look at the game now, again, they have a lot of ball and possession, but I think they don't create so many chances, but they scored 2 goals. We have in the first half, I think, 2 big chances. One at least with Sibbe. And if you score there, then it's different. And I think defensively we do a good job, but I think we have some work to do in the offensive part as well. So it's safe to say today was a game which was decided in the details. Yeah, okay, maybe not, because okay, if you look at the game, we knew that Gent's going to have a lot of ball, but they don't create so many chances. I think we are good in defensive. But the key today was to be good in the ball, in the offensive also. But I think we lost the ball too easy and then Gent had too much possession and then it was difficult. Is it difficult working right now with the interim coach, Bart Willemsen, because the team is not yet sure who will be the new head coach? No, I don't think so. The coaches who is here now, they do a very good job. They are very motivated so I don't think this is a problem for us because we win against Anderlecht with the same coaches. So I think it's the players who are in the pitch, and I think it was a good defensive, but yeah, like I said, we had some part to do in the offensive today, and that was the problem, I think. Thank you for your reaction.